Nou, ik lees net dat het kabinet Rutte 3 is gevallen. Ja, zal ik maar even alles heet van de naald even gaan lezen, lijkt me zo. Maar wij gaan beginnen met de RVW Radio Show. Dit is RVW Radio met de RVW Radio Show, gepresenteerd door René van Wijk. Ja, nou, daar zijn we dan weer, hè, met die RVW Radio Show. Ja, het werd een goede tijd, hoor. Ik zou misschien wel vorige week hebben gedaan. Tijd en zin. Dus vandaar dus dat ik nu weer begonnen ben. Ik heb vandaag vrij. Ik ben morgen even naar de oogarts geweest. Deze mijn rechteroog, maar ook mijn linkeroog gelaten opereren. Rechteroog, zaterdagsluis, netvlies. Dat is vorig jaar al helemaal vastgelezerd. En dat zit nog steeds keurig netjes op zijn plaats. Dus alles is hartstikke goed. Dus ik hoef voorlopig even niet meer terug te komen. En ja, wij gaan dus met de show starten dus. En zo beginnen wij natuurlijk met voetbal. Ik heb nog wel het een en ander te melden. Waarom heb ik geen korte show gemaakt met iPhone in december? Terwijl ik met de top 2000 bezig was, maar ja, dat ga ik zo wel uitleggen. Eerst gaan we even naar het voetbal toe. We hebben twee wedstrijden voor je. Even kijken hoor, op de downloads. Moet ik even kijken op de downloads map. We hebben namelijk. Dat gaat weer heerlijk, hè? Dat kan ik weer niet meteen zien. Gek eigenlijk. De downloadsmap geeft altijd precies aan wat ik erin gegooid heb. Ja, hier, Nederland-België. En dat hebben we ook nog. En volgens mij ook Nederland-Syrië. Ja, Nederland-Syrië. Ja, nou, zo opgezet. Nou, Nederland-Brazilië. Die gaan we dus ook laten horen. Het is een beetje een chaotisch begin, maar we komen er uiteindelijk wel. Ik zou zeggen, veel luisterplezier toegewenst. Het is 1 januari 2021. We hervatten het seizoen weer van de landencompetitie van Ginwork Social Claim. Seizoen 2020-2021. Ronde 18 tegen België. Nederlands elftal dus tegen België. En de verslag is in handen van René van Wijk. Ja, we gaan kijken naar de wedstrijd. Tenminste, ik ga kijken naar de wedstrijd en jullie gaan luisteren. Aftrap is voor Nederland. Nederland heeft al een paar keer geoefend in de winterperiode. Heeft een paar keer gewonnen en een paar keer verloren. En nu Nederland met de eerste aanval. Nee, dat was wel de bedoeling. Nu weer de Belgen. De Belgen komen erdoor. De Belgen, oh, net op tijd. Nederland blijft niet lang in bal bezitten. Nu ja, weer de bal verloren. En nu weer de Belgen. Opnieuw een aanval van de Belgen. Belgen. Gaan we een goede kans aan de goal. Nee. Oh, de bal op de paal. Eerste kans voor de Belgen. Nu weer België opnieuw. Verdedigen van Nederland. De bal weer op de paal. En nu weer een kans. En uiteindelijk gered door de keeper. Die moet even voor rust zorgen. Dat doet hij ook. Nederland opnieuw een aanval. Althans, ze probeert het. België opnieuw overgenomen. België met een goede kans. Goede kans voor de Belgen. Goede kans voor de Belgen. Oh, en weer tegenhouden. Weer tegenhouden. En dan weer via de paal in de handen van de keeper. Nederland komt daar weer voor de derde keer goed weg. De aanval van België. Ja, Nederland nu met de eerste kans. Nee, weer niet. Ze wachten op die eerste goal, hoor. En die komt er weer niet. Ongelooflijk. 8 kansen voor de Belgen tegenover 0 voor Nederland. 7 minuten. Nu weer de Belgen. Maar de Belgen weigeren vooralsnog de trekker over te halen. Nederland opnieuw. Aanval. Slechte bal. Nu weer de bal. Goed terecht in de schot. Zwaar. Een afstandsschot. Dat is de eerste kans in de wedstrijd van Nederland. Na dik 8 minuten voetbal. Nederland opnieuw een aanval. België opnieuw een aanval. Weer een goede bal. Goede bal en de goal. Doelpunt 0-1 voor België. Voorkomen terecht. Ja. Belgen staan met 0-1 voor. Nederland. Goed schot. Nu weer een kans. En weer wellicht een schot. Weer een schot. Weer geschoten. Probeert Nederland iets terug te doen. En weer België. Goeie aanval van België. Oh, en weer een kans.
Nederland komt goed weg. Goed binnendoor, dat was de bedoeling. En nu komt het wel goed aan. En goed via de keeper en de paal. Dat was een kans voor Nederland. België, opnieuw. België, oh, ja. Doeltrap. Verder voren. Goed schot, nee. Dat wordt geblokkeerd en nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Even de overname van Nederland en nu weer een kans. Weer een kans. Was de bedoeling dat die 2-0 kwam. En die had er zomaar kunnen komen. Nu weer België, nu weer België. Weer een kans voor België. En weer een kans. Maar het blijft met 0-1. Kwartier gevoetbald. Nederland speelt niet best. Krijgt nauwelijks kansen. En nu weer de Belgen, nu weer de Belgen, nu weer de Belgen. Een goede kans voor de Belgen. Weer een goede kans. En nu uiteindelijk weer in handen van de Nederlandse keeper. Nederland weer een aanval. Althans, ze probeert het. Komt amper over de middenlijn. Nu weer een kans voor Nederland. Weer een kans voor Nederland. En de goal. 1-1. Als een donderslag bij heldere hemel. Staat het zomaar 1-1. Volledig tegen de verhouding in. 1 tegen 1. Nederland. Weer België. Weer een goede kans. Oh, en een goal. Ja hoor. Belgen staan weer voor met 2-1. Eerst volgende aanval is het gelijk weer een goal. 1-2. En nu weer de Belgen. Nu weer Nederland bedoel ik, want de schot, zowaar. Weer Nederland. Nu de kans van Nederland. Nu weer een kans. Het was de bedoeling. Hij heeft weer de bal overgenomen. Weinig afspeelmogelijkheden waren er. En nu weer een kans voor België. En weer overgenomen. Nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Een goede kans. Iets te kort. Iets te kort. Ai, 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 ai. In tweede instantie had hij ook zo aan het ingekund. Weer een kans voor Nederland. Weer een kans voor Nederland. Weer een kans. Nee. Nederland wordt iets brutaler. Dat werd tijd. Nu weer. Over de hele. Kijken wat de positie is. Een kans. Oh. Weer een kans voor Nederland. Nederland wordt iets agressiever. Het wordt tijd. Weer een kans. En weer een bal op de paal. Keeper zat wel in de goede hoek. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Vier aanval. Vier aanval. En weer de Belgen. En een goede kans. Bal op de paal. En wordt hij slecht verwerkt. En dan gaat het nog maar net goed hoor. En weer een kans voor de Belgen. Weer een kans voor de Belgen. Keeper heeft hem niet vast. Dat krijg je als je ruimte laat. Hè? Nu weer een kans. Weer te kort. Weer te kort. En in tweede instantie op de paal. Voor Nederland. Weer een kans voor Nederland. Het blijft 2-1. Bijna een helft erop zitten. En nu weer een kans voor de Belgen. Een half uur. Nog steeds 1-2. Nederland leek iets meer vat op de wedstrijd te krijgen. Maar de Belgen worden weer gevaarlijk. Nu weer Nederland. Snel overgenomen. Te ver. Nou, komt toevallig nu wel terecht. En dan een slechte bal hoor. Voor Nederland. Weer een overname voor de Belgen. Weer een overname voor de Belgen. Weer een overname voor de Belgen. En nu weer ertussen gezeten. Wordt wel nu weer redelijk verdedigd. Niet goed, maar wel redelijk. Beter dan eerst. Zitten er snel tussen. En nu weer een kans. Nu weer een kans. Oh, slechte bal hoor. En nu weer overgenomen. Slechte bal voor de Belgen. En nu weer een kans voor de Belgen. Voor Nederland. En de kans op 2-2. Gebeurt niet. Nederland blijft proberen. Het schot nu. Nee hoor, het is een krachteloos schot. Nederland opnieuw een aanval. Weer een kans. Weer een kans. En het schot nu. Oh. Handen van de keeper van de Belgen. Belgen de aanvalsopbouw. Goeie bal. Goeie bal nu voor de Belgen. Goeie bal van de Belgen. Oh, dat was bijna 2-1, 3-1 bedoel ik. Het blijft bij 2-1. Snel bal naar voren. En nu. De kans, schot en een goal. Wat een doelpunt. 2-2. Nederland komt weer op gelijke hoogte. Qua kansen staan de Belgen nog steeds voor. 22 versus 31. Maar toch. 10 minuten voor rust. Althans, officiële tijd. Nu de kans voor Nederland. Nee, weer niet. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Hebben ze weer een snel antwoord. Weer de Belgen. Oeh. Dat ging nog maar net goed. Het had zomaar 3-2 kunnen wezen. Nu is een kans voor 3-2 voor Nederland. Gebeurt niet. Weer een kans. Afstandsschot. Ja. Dat hem ook kunnen afspelen. Maar goed. Zijn keuzes.
Die worden gemaakt. En nu weer slechte bal van de keeper van België. En bijna was het daar 3-2. Tweede instantie. Slecht. Slecht aanvallen. Een schot. Nee, weer niet. Nederland probeert nu op voorsprong te komen. Maar dat lukt ook. Via de keeper is het 3-2 voor Nederland. Doelpunt. Nederland staat voor. Zo waar. En nu. En nu weer een kans. Nu kijken of ze die voorsprong kunnen vasthouden tot de rust. Qua kansen staan de Belgen nog steeds voor. Weer naar voren. Goeie bal. En nu de kans kijken, kijken wat de mogelijkheden zijn. En daar bijna was het 4-2. Komt er niet. Misschien nu wel. Nee. Keeper heeft hem. Weer een slechte bal van de keeper. Maar ook slecht uitgespeeld in Nederland. Belgen komen aan. Belgen komen aan. Het is bijna 3-3. Bal naar voren toe. Dat lukt zowaar. Nee, maar nu zijn de Belgen opnieuw. De Belgen proberen nu weer de druk op te voeren. Waar ze het eerste kwartier beter in waren dan Nederland. Veel beter zelfs. Maar nu dus niet. 2 minuten officieel nog. Voor de rust. Kijken wat de blessuretijd in gaat houden. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Nee, die zijn er nu niet, want de Belgen nemen over. De Belgen gaan weer voor de 3-3. Jagen op de 3-3. De Belgen jagen op de 3-3. En die Belgen krijgen geen 3-3. Nee, dus niet. Weer een aanval van Nederland. Althans, dat proberen ze. En nu een slechte bal hoor, slechte bal. Nu weer de Belgen. Oeh, dat was bijna een kans. 1 minuut blessuretijd. Het is een halve minuut voorbij nu. En slechte bal. Weer een kans voor Nederland. Nee, weer niet. Het is afgelopen voor wat betreft de eerste helft. Het staat 3-2 voor Nederland. Goals 3 voor Nederland, 2 voor België. Balbezit 53% voor Nederland, 47% voor België. Schoten op het doel 31 voor Nederland, 39 voor België. Pases 107 voor Nederland. 107. En 107 delen door 100 is bij mij 1,07 keer 75% van de pases die aankwamen. Is 80 pases. De Belgen hebben 74 pases afgeleverd. Delen door 100 is 0,74 keer 77 is 56 pases die aankwamen. Nou, we gaan kijken naar de... Tenminste, wij gaan kijken naar de tweede helft. Jullie gaan er naar luisteren. Verslag van René van Wijk. 3-2 staat het voor Nederland. Wat gaat Nederland doen in de tweede helft? We gaan er nu naar luisteren en ik ga er naar kijken. En nu weer een kans voor België. Niet België, Nederland probeert de verdediging gesloten te houden, maar dat lukt even niet. En nu een goede kans voor de Belgen. Goede kans voor de Belgen om daar te scoren. En dat lukt nog steeds niet. Jawel. Toch wel, 3-3. Het antwoord van de Belgen, vlag naar rust, is klip en klaar. De Rode Duivels. Dus. 3-3. Kijken wat er nu gaat gebeuren. En de kans nu, schot, slechte bal. Nu weer Nederland. Probeert dan toch de druk op te voeren, maar het lukt niet, want de slechte basis worden geleverd. En dan zijn de Belgen weer met de counter. Nu weer Nederland. Nee, weer niet. Slechte bal. Nederland neemt over. Echt een nauwelijks de kans. Een goed schot nu. Nee. In tweede instantie dan. En weer een kans. Nee. Jawel. Doelpunt. 4-3. Daar staan de Rode Duivels weer achter. Tegenover Oranje. Wat kan Nederland doen? Ja, goede bal. Nu, althans, dat was de bedoeling in de tweede instantie. Nu dan. Nee. Ook geen corner. Net niet. Daar ontsnapt België aan een verder achterstand. Nu weer een kans. Nee, slechte bal hoor. En nu weer de Belgen. Spannende wedstrijd. Geen mooie wedstrijd, maar wel spannend. Wel spannend. Oh, een kansje op 4-4. Nederland staat nog steeds voor. Slechte bal. En nu weer Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Oh, joh. Goede kans op de paal. Weghalen. Weg is weg. Geld van Nederland en nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Ze gaan toch echt aanvallen. Belgen zijn toch over het algemeen beter. Maar ja, Nederland is wat effectiever geworden. Na die desastreuze begin van de wedstrijd. En nu weer de kans. Nu weer de kijken. De goede kans. Althans, wat is de bedoeling? De tweede instantie ook niet. Het blijft 4-3. Het had 5-3 moeten wezen. Nederland. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Oh. Dan heb je heel veel vertrouwen in de keeper. Nu weer Nederland. Nederland in aanval. Nederland in aanval. Schot. Weer een kans. Nee, weer niet. Het blijft
behelpen. En nu weer de Nederland. Nederland opnieuw. De goede kans. Weer niet. Het blijft 4-3. Hopen dat het niet erger wordt. En nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nederland zit er wel tussen, hoor. Nu weer de kans. De kans dan. Het schot. Nee, trainingsinstantie ook niet. Wordt slecht geraakt door de spelers. En nu weer Nederland. Slechte bal. Nu weer België. België opnieuw. Goed schot van België. De kans om. Ja hoor, 4-4. 62e minuut. Nee, 61e minuut was het nog. 4-4. Nederland kan een overwinning gebruiken in de strijd tegen degradatie. Uit de league. De Belgen staan er heel goed voor. Die staan bij de eerste 5, geloof ik. En het was een kans voor België. 4-4. Weer Nederland. Kijken wat Nederland kan. Nu de kans. Het schot. In tweede instantie ook niet. Oh, ja. Aardige poging. Niet meer dan dat. België opnieuw. Goeie bal. Oh. Goed overgenomen. En nu weer Nederland. Snel overname. Nee, dus niet. Te snel. Nu weer overgenomen. Weer een kans. Nee. Toch niet. Weer Nederland. Weer een goede kans. Nee, weer een slechte bal. En nu weer de Belgen. De Belgen blijven sterker. Nederland heeft daar moeite mee. En nu weer kijken naar de opening. Kijken wat er mogelijk is. En nu de kans. Daar is de kans nu. Wellicht nu een kans voor Nederland. Nee, ook niet. De Belgen blijven scherp achterin. Op dit moment. En nu de kans. Wellicht een schot voor Nederland. En weer een kans. En weer een schot. En via de keeper. Oh, die laat hem los hoor. Die liet hem ook al bij een eerder goals los. En nu heeft niemand eindelijk weer. En weer Nederland. Een schot nu. Duurde kans. Ook niet. Bijna op de lijn dus. Maar hij wordt gered door de Belgen. Rode Duivels opnieuw. Rode Duivels, een schot. Weer slechts geschoten. En nu weer probeert Nederland een aanval op te zetten. De kans is het nu wel gelijk. 51-51. Minder dan 20 minuten officieel. Spannende wedstrijd. En weer een kans. Oh, de keeper heeft hem niet vast. Die had hem weer niet vast. Oh, ja. Je zit wel goed ertussen nu. Verdediging van Nederland. Keeper was niet best. Nu weer een kans. Oh ja, nu heb je hem wel. Nederland. Oh, slecht uitverdedigd van Nederland. Slecht. Het wordt hersteld. Dat wel. Nu weer Nederland. Even kijken wat de mogelijkheden zijn. Een kans. Weer geschoten en de goal. Weer komt Nederland voor met 5-4. 5 tegen 4. Wat een wedstrijd. Nederland opnieuw. Nederland kan niet verder afstand nemen tot nu toe. Misschien nu wel het schot. Nee. Niet hard genoeg. Nederland opnieuw en dan België. Weer België, nu weer Nederland. Het is over en weer. Hotsenknotse Begonia voetbal. Slecht schot. Goed verdedigd. België opnieuw. België. Slecht schot van Nederland was dat. Nu weer Nederland. Nu weer kijken wat de Nederland gaan doen. Goeie kans. Oh, hij loopt zich vast. Ja, hij wilde te veel, die aanvallen van Nederland. En nu weer een kans voor België. En een schot en een goal. En weer staat het 5 tegen 5. Weer komt België op gelijke hoogte. De Rode Duivels. 5 tegen 5. Kijken wat Nederland kan doen. Goed schot. Nee, slechte bal hoor. Oh. En nu weer de Belgen. Dat is een goed schot. Tussen gekomen en weer een goal. Ja hoor, de Belgen staan voor met 5-6. 5 tegen 6. Nederland. Zo sta je met 5-4 voor. Dan staat het 5-6 achter. En nu weer de Belgen. Nu weer Nederland. Uiteindelijk Nederland. Kijken wat de mogelijkheden zijn. Nee, slechte bal hoor. Nu weer Nederland opnieuw. Weer Nederland. Nee, de Belgen weer. De Belgen nemen over. En daar is de kans voor de Belgen. Daar is de kans om het af te maken. Nee, dat gebeurt niet. Slecht schot van de Belgen, gelukkig. Nu dan Nederland. Slechte bal. Nou, ze komen er wel aan. Maar de eindpaas is niet best. En nu weer de Belgen. Weer de bal naar voren. En dan komt er niet. En de goal. 5-7. Gaan die Belgen het dan toch afmaken? 5-7. 7 minuten nog te gaan. Nederland.
Speelde in het begin niet best. Daarna kwamen ze terug. Maar nu lijken de krachten toch op te wezen. Want de Belgen staan toch voor. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Een schot. Een doelpunt. 5-8. 5 tegen 8 voor België. Dit is een aderlating. Nederland probeert het. Lange bal naar voren en de kans wellicht. Nee, weer niet. Weer een kans. Probeert Nederland er toch nog een goal te scoren. Maar het is nu nog 4 minuten. Nog 4 minuten. Oh, 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 oh. Bijna was het daar. 5-9. Nu dan de kans. Slechte bal. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. De Belgen. De Belgen. Weer een kans. Weer ertussen gezeten. Nu weer Nederland. Nee, weer de Belgen. Weer de Belgen. De bal gaat net naast. Het is een doeltrap. 2 minuten officieel nog. En nu Nederland opnieuw. Nederland op de schot. Slechte bal. Belgen staan goed opgesteld nu. Nu weer de Belgen in de aanval. Belgen, goede kans. En weer een schot. Gekeerd door de keeper. Nederland in de aanval. Dat was de bedoeling. Maar nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. Nu weer de Belgen. De Belgen. De Belgen. En weer een kans. Er staat bijna 5-9. Weer Nederland. Nederland opnieuw. Goede bal. Slechte bal hoor. Slechte bal. In eerste instantie was het een goede bal. Nu slechte bal. Oh, de kans. En de goal. 5-9. Het is gebeurd. Officieel gebeurd. 5 minuten blessure tijd. Dat is al ruim een minuut van verstreken. Dit is een gelopen race. Dit was het al natuurlijk. De laatste 10 minuten een schot. Weer een kans. Nu probeert Nederland hem weer te schieten. Nee. Weer niet. Weer de Belgen, weer de Belgen, nu weer de Belgen. Voorkomen die 10 en dat lukt ook, neer snel zien. Weer weghalen. Weer Nederland. Nu kijken wat de kansen zijn. De kans, schot, slecht hoor. Weer de kans, schot weer. Nee. Weer Nederland. Goeie bal, nu de aanval genomen en schot. Weer de kans, in tweede instantie, nee, het is afgelopen. België wint met 5-9. En Nederland verliest deze wedstrijd. Strijdend, dat wel. We gaan kijken naar de stand. Eerste staat België. 32 uit 18. Brazilië heeft ook 32 uit 18. En even kijken wat de statistieken waren. Nou, ik heb te veel... Dat kan dus niet. Nee. We kunnen de statistieken niet meer terugbrengen. Nou, dat kan een keer gebeuren. Eerste staat dus België, 32 uit 18. Dan Brazilië, 32 uit 18. Derde staat Italië, 31 uit 18. Vierde Argentinië, 30 uit 18. En gedeeld vijfde Spanje en Uruguay met 28 uit 18. Onderop Nederland, 18e, 19 uit 18. 19e Oostenrijk, 15 uit 18. En 20e staat Colombia met 15 uit 18. 21e Japan. 14 uit 18. Australië staat op de 22e plaats met 11 uit 18. Nummer laatst, 22 degradeert rechtstreeks. Nummers 20 en 21 spelen promotie-degradatiewedstrijden. Daar staat Nederland net boven. Volgende wedstrijd is tegen Brazilië. De gedeelde nummer 1 België. Dat is wedstrijd ronde 19. Brazilië staat dus gedeeld eerste. Goed, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Ronde 19. Nederland tegen Brazilië. Nederland zat gedeeld 18e. Vijfde van onderen. Hij heeft 4 punten voorsprong op Oostenrijk bedoel ik en Colombia. 5 punten op Japan. En 8 punten op de nummer laatst. Die uiteindelijk aan het eind van het seizoen rechtstreeks degradeert. Australië is dat op dit moment. Brazilië staat gedeeld eerste met België. De vorige wedstrijd tegen België werd verloren. Kijken of Nederland zich enigszins weet te herstellen van die nederlaag. Verslag is in handen van René van Wijk. Jullie gaan er nu naar luisteren. Nederland mag aftrappen voor de eerste helft. Kijken wat dat gaat opleveren. Balbezit nu voor Nederland. De eerste kans misschien nu. De goed schot. Nee, toch niet. Komt hij wel het schot net naast. Eerste kans voor Nederland. Het heeft eventjes geduurd. Niet meteen in één keer. Nederland opnieuw. Een goed schot nu. Weer geschoten.
Gelijk de tweede waarschuwing. Aanval van Brazilië op de paal. Dat is de eerste waarschuwing van Brazilië. En dan de tweede waarschuwing. Dat was een slapschot. Nederland gaat de aanval opbouwen. Althans, dat was de bedoeling. Maar dit was een hele goede kans voor Brazilië. Goede reden van de keeper. Kijken of het nu beter gaat. Overdelen. Goede aanval nu over de rechts. Goed schot. En in tweede instantie en de goal. 1-0 voor Nederland tegen Brazilië. Dat is een heel ander begin dan tegen België. Lang houdt Nederland niet vol. En dit was weer een goede kans voor Brazilië. Kijken hoe lang ze de 0 kunnen houden. Nu dan. Dus goed schot nu. En opnieuw een goede kans. Oh, in tweede instantie veel te slap ingeschoten. Opnieuw Brazilië. Slecht aan hoor. Oh, de paal. En dan overspelen. Ja, dat lukt zwaar. Nu weer. Dit is gewaagd nu. Dit is nu Brazilië. Brazilië opnieuw een aanval. Goed schot op de paal. Voor de derde keer al. Dan komt Nederland voor de derde keer goed weg. Nou, een beetje geluk moeten we hebben. En nu de kans nu op de 2-0. Nee, veel te slap ingeschoten. Nu weer een kans. Nu weer een goede kans. En een corner. 1-0 voor Nederland. Bijna 10 minuten gevoetbald. In de eerste helft. Corner Nederland, een kans. Bijna op 2-0. Weer te slap ingeschoten. Brazilië. Goede kans nu. Opgelet, slap ingeschoten. Keeper heeft de bal. Keeper van Nederland. Gaat de bal spelen. En nu weer Nederland. Over de rechts. Dit komt toevallig niet helemaal goed aan. En nu weer Brazilië. En nu weer Nederland. Komt er goed tussen. Weer een kans wellicht om te schieten. En weer een kans. En de 2-0. Voor Nederland. Nederland heeft de meeste kansen. 11 tegen 7. Na zo'n 12 minuten voetbal. 2-0 voor Nederland. En nu. Oh. Dit was een goede kans voor Brazilië. Gaan ze hier goed mee om. Er moet iets ondernomen worden. En nu een goede kans op 3-0. Nee, weer niet. Nou, net naast. Het was een goede kans op 3-0. Brazilië. Aanval van Brazilië. Slechte aanval. Nu weer Nederland. Goede kans nu. Een goede kans. Nee, oeh. Verdedigd door Brazilië. En nu de kans op... Een uitbraak. En nu weer Nederland. Een schot nu van Nederland. Slecht geschoten. En nu weer Brazilië. Kijken wat er komt. En een goede kans nu. Bal weggehaald. En uitverdedigd. Althans, dat was de bedoeling. Het komt met enige moeite eruit. En nu weer Brazilië. En dat was bijna een kans op 2-1. Blijft uitkijken. Doeltrap van Nederland. Aanval. Slechte aanval. En nu weer slecht uitgedeeld door Brazilië. Nu weer Nederland. Een goede kans voor Nederland. Nee. Weer een kans. Schot. Keeper is toch kwetsbaar. En dat blijkt ook maar weer. Oh. En dan wordt er goed verdedigd door Brazilië. Nu weer Nederland. En nu weer een kans. En bijna 3-0. Oh nee. Weer net niet. Nederland bijt meer van zich af. Anders dan tegen België. Toen deden ze dat pas in de loop van de eerste helft. Maar uiteindelijk won de België. En het schot nu van Nederland. Dit is een andere aanpak. Ja, weer Nederland. Weer een goede aanval. Althans, dat was het bedoel. Nu weer Brazilië. Uitkijken, Brazilië. Een goede kans. Oh, ja. Goed gered door de keeper van Nederland. En nu weer Nederland. Nederland is goed bezig nu. Af en toe wat foutjes, maar goed. Het komt er goed uit. En nu weer Nederland. Een goede kans. Bal weggehaald. Met enige moeite. En weer Nederland. En nu een aanval. Oh, iets te solidair. Had beter zelf kunnen schieten. Op het doel. En nu weer een kans op Brazilië. Oh. Brazilië speelt er heel slecht uit. En Nederland. Niet te lang met de bal lopen. Dit loopt goed af. Dit niet. En nu weer een aanval van Brazilië. Weer een goede kans. En dat is een strafgebied en de goal. Nee, op de paal. Dat was maar bijna 2-1. En weer een kans voor Nederland. En net over. De daarop volgende aanval.
Bijna een half uur gevoetbald. En dan staat het. En de goede kans. 3-0. Slecht uitgespeeld door de keeper. Slecht uitverdedigd ook. En dan een aanval van Nederland. Gelijk 3-0 dus. Tegen Brazilië. Ja, nu dan. Weer Nederland. Weer het proberen. Weer een goed schot. Maar net niet goed genoeg. Half uur lang staat het nu al de 0 vast. En nu weer een kans. En 4-0. Weer slecht uitverdedigd. En 4-0 voor Nederland. Nederland. Houdt vast. En nu verdedigen. Want ze proberen toch nog om eruit te komen. En nu de kans voor Nederland. En weer de kans. Oh, bijna was het daar 5-0. Brazilië met de aanval. Brazilië met de aanval. Zijn het. 4-0. Sensationeel. En slecht uit. Getrapt door de keeper. Oh, en die herstelt het weer. Ja. In tegenstelling tot zijn collega aan de andere kant van de goal. En nu de kans. Het schot. Oh, en dat was bijna 5-0. Een corner voor Nederland. Dit is de kans nu. En nee, weer niet. Uitverdedigd door Brazilië. Nu weer de kans voor Brazilië. Nu weer de kans voor Brazilië. En nu, wat gaat er gebeuren? Het is een goal. Ja hoor. Ruim 10 minuten voor rust. 4-1. Oi. Even een tik. Wat gaat er gebeuren? Nu weer Nederland. Gaat het nu? Nee, ze komen weer terug hoor. Oh, 5-1. Wat een goal zeg. 5 tegen 1. Wat een wedstrijd. 5-1. Minder dan 10 minuten officieel. Kijken wat Nederland gaat doen. Nu rustig blijven en een goede kans. Oh, iets te overmoedig. 5-1. En nu, oppassen, goed uitverdedigd. Dat was de bedoeling. De bal blijft hangen, maar uiteindelijk wordt hij uitverdedigd. Nu een kans over de hele. Oh, jammer. Duel wordt verloren, tweede duel ook. En nu een goede kans voor Brazilië om te scoren. Nee hoor. Uitverdedigd weer. Met enige moeite. Nu gewoon een goede kans. Goed schot. Gesmoord. Dat is goed schot van Nederland. En nu weer Brazilië. Probeer het toch. En het is een corner volgens mij. Ja, het is een corner. 5-1. 5 minuten voor rust. Kijken wat Brazilië nog kan. En nu de kans. Oh, slecht ingeschoten hoor. Goed gepakt door de keeper. En nu. Oh, slecht. De keeper die wordt daar verrast door die Braziliaan die in één keer opkomt. Maar het loopt goed af. Nederland nu met een goede kans. Nee. Gesmoord en nu weer Brazilië. Brazilië probeert het initiatief over te nemen. En dat zullen ze ook wel moeten. Oh, slecht. Oh, slecht uitverdedigd. En dan is het 5-2. Ja. Ja. Niet met u officieel. Goede kans nu. Oh. Voor Nederland. Kijken wat Brazilië nog doet. Oh jee, als ze maar niet zwaar terugkomen. Jongens. Anders geef je nog een kans in de tweede helft. Ja, nu. Nu weer Brazilië. Uitkijken. Opjagen. Nu weer Brazilië. Nee hoor, ze komen er toch uit. En dan wordt het met moeite uitverdedigd. Nu is de officiële tijd voorbij. 1 minuut blessuretijd. En nu weer een goede kans. Weer verdedigd. Het is echt nu echt verdedigen. Je wordt met de rug tegen de muur gezet. En het is een rust 5-2. Kijken wat de cijfers zijn. Goals 5 voor Nederland, 2 voor Brazilië. Balbezit 52% voor Nederland, 48% voor Brazilië. Schoten op het doel 29 voor Nederland, 30 voor Brazilië. Pases 102 voor Nederland. Daarvan kwam 71% aan. Dus 102 delen door 100 is 1,02 keer 71 is 72 pases die aankwamen. 80 pases werden er afgeleverd door Brazilië. Delen door 100 is 0,8 keer 72% is 57 pases die aankwamen. En wij gaan kijken naar de tweede helft. En jullie gaan luisteren naar de tweede helft.
Corners trouwens, 2 voor Nederland en 1 voor Brazilië. Ja, Brazilië heeft afgetrapt nu. Tweede helft, nu een balovername weer van Nederland. Goeie bal, goed schot. Oh, in de tweede instantie dan? Nee. Weer Nederland. Blijf het proberen. En nu de goede kans. Het schot in 1 keer. Nee. Weer niet. Gepakt door de keeper. 2 schoten van Nederland. Nog 0 van Brazilië. En nu weer Nederland. Nee. Weer een kans. Weer een goede kans. Nee. Weer niet. Nu is het Brazilië weer. Weer Brazilië. Goede bal. En een goed schot. Nee. Slecht schot. Daar is Nederland. Weer een aanval. Goed gedaan hoor. En daar is de kans. Weer niet. Weer een kans voor Nederland. En weer geschoten. En de paal. Weer een kans. Proberen de druk op te voeren. En Nederland is duidelijk aanwezig. Weer Nederland. Goeie bal. En de kans. Weer geschoten. En weer ingeschoten. En weer niet. Weer verdedigd. Brazilië heeft het moeilijk. En nu de kans voor Brazilië om te scoren. En dat is een goal. Via de binnenkant van de paal. Keeper duikt nog wel naar een goede kant. Maar het is 5-3. Tegen de verhouding in. 53e minuut. Weer Nederland. Goed schot. Weer geschoten. Nee hoor. Weer niet. Uitkijken voor Brazilië. Dat is niet wat zeker. Is er nu weer. Weer een goede kans voor Brazilië. Oh, net naast. 5-3. Tegen België ging het via 5-4 in 1 keer naar 5-9. Nee toch, ja. Je hoopt het niet op zo'n scenario. Het is nu nog 5-3. En nu weer de kans. Weer een mogelijkheid. Weer kijken, nee, Brazilië neemt de bal over. En weer een goede kans hoor. Goed gered. En weer goed gered door de keeper van Nederland. En nu. Oh, wat slecht. En een goal. 5-4. Oi. Het is nog wel een voorsprong van Nederland. Maar die was van 5-1 geslonken tot 5-4. Wat kan Nederland nog doen? Nu moet er opletten. Niet dezelfde fout maken als tegen België. En nu rust. Rust houden. Weer naar voren. Oh, slecht. Oi. De Brazilianen voeren de druk op. En dat doen ze nu ook weer. Dus weer een goede kans. Nee, weer niet. Half uur moet Nederland het nog volhouden. Nu weer een paas van Nederland. Weer een goede kans. Nee. Het zijn de Brazilianen die overnemen. Nederland heeft het moeilijk. Nederland heeft het heel moeilijk. Nu weer een goede kans. Geschoten op de paal zowaar van Nederland. Brazilië. Weer. En nu dan. Weer verdedigd. Oh, slecht hoor. En de keeper heeft hem. Nederland opnieuw met aanval. Slechte aanval. Nu weer Brazilië. En weer de kans voor Brazilië. En oh, het wordt spannend hoor. Oh. Nu weer Nederland. Aanval van Nederland. Slecht hoor. Slecht van Nederland. Nederland zit in een slechte fase, maar de keeper houdt Nederland op de been. 25 minuten nog. Nu weer een kans, wellicht voor Brazilië, voor Nederland bedoel ik. Brazilië weer een aanval. Nederland zit ertussen, maar Nederland moet er echt goed tussen zitten. Weer een kans voor Brazilië. 47 kansen voor Brazilië, 40 kansen voor Nederland. Nu dan een goede kans wellicht voor Nederland om te scoren en te schiet. En via de paal en een corner. Nederland heeft een moment dat het hier even van zich afbijt. 68e minuut. Daar komt de bal voor. Nee, slechte bal hoor. Slechte corner. En Brazilië kan uitverdedigen. Heeft de ruimte. En te schiet. En de keeper geeft weer een goede save in huis. Schiet zo hard dat die bal over de zijlijn heen gaat. En dan is de kans daar voor Brazilië. Oh, iets te snel uitgespeeld hoor. Het loopt goed af. Nu weer Nederland. En nu een goede kans. We richten op te schieten. En dan weer de bal op de paal. En weer de kans. Dan moet hier geholpen worden. En weer geschoten. Goede kans voor Nederland.
Nu weer Brazilië. Oh. Brazilië weer op een goede kans. Nederland verdedigt heel moeizaam uit. Het komt eruit. Maar niet hoe. Vraag maar niet hoe. En de goede kans nu is schieten. En de goal. 6-4. Het is misschien tegen de vrouw niet in. Maar Nederland scoort wel. Het staat 6-4. En Nederland kan een overwinning gebruiken. Brazilië trouwens ook. Brazilië nu, opnieuw, goede bal. Nu weer Brazilië, weer een kans. Nee hoor, weer Nederland bedoel ik. Brazilië nu, nu Brazilië. Goede bal van Brazilië op de paal. En daar ontsnapt Nederland weer. Weer naar voren. Kijken wat er mogelijk is, kijken wat er mogelijk is. Dit is een goede kans hoor, goede kans. Oh! Weer een goede kans voor Nederland. Slecht uitverdedigd, een schot. En de keeper heeft hem nu. Nederland is slecht uitverdedigd van Brazilië. Brazilië begint fouten te maken. En de bal op de paal van Nederland. Hoe is het mogelijk? En weer een kans. 1 net voorlangs. Ook bij Brazilië maken ze fouten onder druk. En nu? Nu een goede kans voor Brazilië om te schieten. Nee hoor. En in tweede instantie ook niet. Anders had het nog heel erg spannend geweest. En nu? Kijken wat er mogelijk is voor Nederland. Dit is het vrije man, een goede kans. Nee. Oh, dit is heel slecht uitgespeeld. 12 minuten nog te gaan. 11 minuten plus nog wat blessuretijd. En nu de kans voor Brazilië om te schieten. Nee hoor. Oh, het is een scrimmage. Nee. En de vraag is, wat gaat het worden? En dit was een hele goede kans om 7-4 te scoren. Weer de Brazilianen. Moeten risico's nemen. En nu weer Nederland. Nu weer Nederland. Een schot nu. Weer een schot. Nee, geblokkeerd. Het blijft 6-4. En nu weer Brazilië. Oh, slecht. Ai. Uiteindelijk gerepareerd. En nu weer een kans voor Nederland. En geschoten. Nee. Geblokkeerd door Brazilië. En nu weer nog 7 minuten te gaan. Nu weer Brazilië. Oh, slecht gespeeld. En nu weer Nederland. Nederland komt eruit. Weer een goede kans voor Nederland. Althans, dat was de bedoeling. Maar verdedigd door Brazilië. En nu weer Brazilië. Opnieuw een goede kans voor Brazilië. Gaat de strafgebied binnen. En geschot. Doelpunt. 6-5. Ja hoor. Nog 5 minuten. Het wordt nog bloedspannend. Nederland moet volhouden. Moet die overwinning binnenhalen. En nu weer een kans. Weer een kans voor Nederland. Een schot. En weer een kans. Nee. Het is de keeper die de bal uiteindelijk redt. En weer een kans. Nee. En nu weer Nederland. Weer proberen. Het schot nu. Het verzandt te veel. 3 minuten. 3 minuten voor Brazilië. Zij moeten komen. En nu. Nu een aanval van Brazilië. Weer een aanval van Brazilië. Binnen de strafgebied. En dat loopt net goed af. Nederland opnieuw. Naar voren. Een goede kans nu. En nu weer een goede kans voor Nederland. Nu een vrij man. Die wordt wel gezien. En die schiet de bal wel hard. Maar niet hard genoeg. 30 minuut officieel nog. Nederland neemt over. Een slechte aanval van Brazilië. Met de enige scrimmage. Een goede kans nu. Nee. Geblokkeerd. En nu 5 minuten blessuretijd. 5 minuten moet Nederland het nog volhouden. Het 1 doelpunt voorsprong. En nu weer Brazilië. Gaan toch Fabank spelen. Moeten ze ook wel. En nu weer Brazilië. Goede kans nu. Brazilië opnieuw een goede kans. De goal. Nee. Oh. En de goal. Ja, toch wel. 6-6. 6-6. Aanval van Nederland. 6-6. Oh jee. Het zal toch niet gebeuren, zeg. Nee, het moet verdedigd worden. Dan maar een gelijkspel verdedigen. En nu een goede kans nu voor Nederland wellicht. Een aanval? Nee, toch niet. Alhoewel, nee. Uiteindelijk is het Brazilië wat de bal overneemt. Nog een ruime minuut te gaan. Oh, het zal toch niet gebeuren, zeg, dat het goal wordt? Nee, uiteindelijk niet. Nu een aanval van Nederland. Nee hoor, slecht. En weer een schot. En het is de keeper die uiteindelijk redt. En Nederland speelt dan 6-6 gelijk tegen Brazilië. Ja, waar het 5-1 naar voren staan. Goals voor Nederland 6, voor Brazilië 6. Balbezit 53% voor Nederland, 47% voor Brazilië. Schoten op doel 56 voor Nederland, 63 voor Brazilië.
basis 231 van Nederland. Daarvan kwam 71% aan. 31 gedeeld door 100 is 2,31 keer 71 is 164 basis die aankwamen. 165 basis werden er afgeleverd door Brazilië. Dus 1,65 gedeeld door 100 is 1,65. Dus keer 75 is 123 basis die aankwamen bij Brazilië. Corners 3 voor Nederland, 1 voor Brazilië. Wat heeft dat voor gevolgen voor de stand? Nou, we gaan even kijken. Eerste staat Argentinië met 33 uit 19. Tweede België, 33 uit 19. Derde Brazilië, 33 uit 19. Vierde Italië, 31 uit 19. En vijfde Spanje met 31 uit 19. Nederland is nog steeds op de 18e plaats te vinden met 20 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. 19e staat Colombia met 18 uit 19. Dan 20e Oostenrijk, 16 uit 19. De 21ste Japan met 14 uit 19. De 22ste Australië ja, met 11 uit 19. De volgende opponent is namelijk Chili. Chili staat 12e met 23 uit 19. Heeft dus maar 3 punten meer dan Nederland. Bedankt voor het luisteren in ieder geval. En graag tot de volgende keer. Ja, nou dat was hem dan. Voetbalgedeelte van de RVW Radio Show. Nou, en waarom ben ik vergeten zogeheten Turbo Podcast op te nemen? Ja, ik heb de top 2000 gedaan. Elke dag moest ik al wat dingen doen. En, ja, en als ik dan toch een beetje vrij had, had ik niet zoveel zin op. Moe was. Dat is echt zo, dat is geen uitvlucht. Ja, het is hard gewerkt worden deze kerst. Want ja, we zitten nog steeds in lockdown. Dus iedereen gaat naar de supermarkt toe om alles wat ze ergens anders ook hadden kunnen kopen buiten een lockdown om in de supermarkt te kopen. Dus het wordt gewoon, het is gewoon extra druk en dat is nu trouwens ook. Want we hadden nog multipitch hoor, dat wil je niet weten gewoon. Echt ongelooflijk. Maar ja, die lockdown die is dus verscherpt in december. En die is nu ja, ongeveer nog een beetje hetzelfde gebleven, maar ze zitten nog te dubben over een avondklok. Ik vraag me af of dit wordt ingesteld. Ja, dit kabinet is nu demissionair geworden. Nou, het is 10 minuten geleden dat het bekend is gemaakt. Dus, ja, ik denk niet dat ze dit soort vergaande maatregelen zomaar mogen nemen. Tenzij het valt onder lopende zaken. Want het mag een demissionair kabinet uiteraard wel. Die mogen lopende zaken begeleiden, maar geen nieuwe beslissing nemen op nieuwe onderwerpen. Dus dat weet ik wel. Dit is niet echt een nieuw onderwerp. Het loopt al ruim een jaar. Waarom zijn ze afgetreden? Nou, vanwege de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Dat heeft verstrekkende gevolgen gehad voor iedereen. De meest dramatische af allemaal. Dus als je het allemaal zo leest, ja, daar ben je niet vrolijk van. Dus ja. Dus deze beslissing hebben ze dus genomen. Er is al Lodewijk Asscher afgetreden als PvdA-lijsttrekker. Want die is minister van Sociale Zaken geweest onder Rutte 2. Dus ja, het zijn allemaal dingen die best wel heftig zijn allemaal. Hè? Ja. Goed, maar om even terug te komen op de RVW Radio Show. Ik heb dus de Turbo Podcast dus niet gemaakt, maar ik zal ze dit jaar wel degelijk maken, als ik dat nodig vind. Dus vandaar. Maar dit is mijn eerste teken van leven op digitaal gebied, dus sinds de laatste RVW Radio Show die ik op YouTube heb gepubliceerd, ergens begin november vorig jaar. Goed. Toen viel de audio interface even weg. Ja, dat is de Bluetooth box van Harman Kardon. De apparatuur valt nu al weg en dan gaat het weer knipperen. Dus ik doe het nu weer eventjes via de ingebouwde interface van de MacBook Air. Dat klinkt even een stuk anders. Maar in ieder geval, dit is mijn nieuwe teken van leven dus op digitaal gebied. Dus die, show ga ik dus zodat publiceren. We gaan nu even kijken naar de statistieken van Twitter. Van de laatste RVW Radio Show. Even kijken, profiel. Dan moeten we even kijken naar media. Tapje media. Okay. Maar
ik flink doorscrollen hoor, want ik heb flink veel hard gelopen. Even kijken. Door. Nog verder door. Ben je live getuige van, hè? Je moet de tijd even een beetje vol houden worden. Even kijken. Laatste RVW Radio Show. Die staat volgens mij niet op Twitter. Dat is een beetje gek. Maar dan gaan we gewoon naar de YouTube-statistieken even kijken. Interessant. YouTube, dan noemen we Twitter maar even niet. Dan ga ik die radio zo wel eens nog publiceren via Twitter. Even kijken. Het gaat lekker. Lekker rommelig. Maar dan weet je ook hoe het achter het scherm een beetje gaat. Hè? Af en toe. Het is vaak rommelig geworden. Maar dan heb ik de opnameknop zeg maar uitstaan. Even kijken. We gaan naar de Twitter-statistiek van de laatste RVW Radio Show. Die zou ik hopelijk YouTube-statistieken. Ja. Nou, even kijken hoor. Video's. Die is van 4 november inderdaad. Die heb ik wel op YouTube staan. Nou. Ja. Ja, het mag uit hoor. Er zijn in totaal 8 weergaven geweest. En heb ik mensen met 0 reacties. Inderdaad, 8 weergaven en 0 reacties. Dus bij deze een 1 like. Dat is het enige. Nou, in ieder geval, dit waren dan de statistieken. De rommelige statistieken. In ieder geval bedankt voor het luisteren van deze RVW Radio Show van 15 januari van het jaar 2021. En graag tot een volgende keer. Last but not least, bye bye. Zwaai zwaai. Bovenal sweet dreams. Laters en tjoe.